Rook, rook, rook en de geur van gerookte vis. Het was vandaag niet te vermijden in Monnikendam op de 25e Jan Haring palingrookwedstrijd. U heeft de medaille al om? Ja, ik ben op voorhand al een beetje dat ik denk ik ga winnen. Ja. Bent u zo goed? Ik ben zo goed. Ja? Ik ben de beste hier ook. Ja. Wat is dan het geheim? Ja, kun je een geheim bewaren? Ik wel. Nou, ik ook. Ja, dat gaan wij niet verklappen. Hè? Dat gaan wij niet verklappen, het geheim. En wij als vrouwenteam helemaal niet natuurlijk. Hè? Want dan gaan heel die mannen dat ook doen. Ik heb hier een heel mooi briefje. Ik ga hem even erbij pakken. Ik heb mijn opa gemaakt. Hoe het moet. En daar gaan we het mee doen. Wat is het geheim? Het geheim? Gaan we niet vertellen natuurlijk. Het geheim is een beetje liefde erin stoppen. Duizenden palingen zijn speciaal vanuit Ierland overgevlogen aangezien het IJsselmeer nagenoeg leeg is. Buiten het roken is er ook die andere traditie waar met weemoed aan wordt teruggedacht. Een beetje stropen, hè? Vuikje zetten, lijntje schieten. Ja. Illegaal? Ja, tuurlijk. Zat gestroopt. Ja. Morgen krijg je nou de doodstraf op. Ik ging er een beetje voer in, en zo'n klein kissie. En dan twee nachten laten liggen. En dan s'morgens om 4 uur in je zwembroekje kissie uit het water halen. En dan kon je het dekseltje van het kissie er niet meer afkrijgen. Zo vol. Echt waar. Maar nou kun je kissie neerleggen. Maar nou heb je er misschien 3 haaltjes in. Doet u dat nog? Nou ja, als je gepakt wordt en je krijgt een boete van 3000 euro. Dan laat je dat natuurlijk wel uit je hoofd. Dus die boetes zijn ook veel hoger geworden. Dus dat valt niet mee tegenwoordig. Je moet wel heel stiekem te werk gaan. Stiekem te werk gaan, ja.